Goedemiddag allemaal bij de CERTE Future Teacher Talk in januari 2020. Rond het thema Safer Internet Day. Ik ga heel kort voorstellen van waar Future Teacher Talk komt en wie dat ik ben en mijn collega uit Nederland. Dus ik ben Katrien, ik werk voor Toonuittechnologie ondersteund levenslang leren, wat sinds vorig jaar een onderdeel is van Klassement. En Inge Donkervoort van D-Learning werken wij al jaren mee samen. En we hebben tot vorig jaar, dus eigenlijk augustus 2019, samen in een internationaal project gezeten, wat genaamd was Future Teacher. En we hebben besloten ook om zowel de webinars als de e-modules die daarbij horen bij heel het Future Teacher pakket opnieuw te gaan herbekijken, up-to-daten en dat er steeds de nieuwste versies beschikbaar zijn. Future Teacher is ook een volledige website met allerlei e-modules die gratis beschikbaar zijn voor zowel Nederland, Engeland, Noorwegen en Vlaanderen. Dus als gasten hebben we vandaag Jan en Lien, zoals gezegd, van Klassement. Lien werkt halftijds als coördinator ICT voor het lager onderwijs en daarnaast ook nog in een buzoschool in het Brusselse. En Jan is halftijds moderator ICT voor het secundair onderwijs en is ook nog halftijds aan de slag in Aalst. Davy is adviseur bij Klassement en ook nog werkzaam op een school in Lier. Dus ze hebben nog zeker de voeling met het werkveld door telkens halftijds gedetacheerd te zijn op Klassement en halftijds op de werkvloer te staan. Nu, vooraleer dat ik het woord geef aan Jan, zou ik heel eventjes jullie willen vragen om de poll in te vullen. Jullie zien op dit moment het scherm staan. In welk onderwijsniveau ben je werkzaam? En we zouden dat heel graag weten, gewoon om een beeld te krijgen van waar jullie allemaal komen. Ja, ik zie dat er 9 mensen hebben geantwoord. En dan merken we dat de meerderheid komt uit het basisonderwijs, gevolgd nek aan nek door secundair en volwassenen en basiseducatie. Oké. Dan geef ik nu heel graag het woord aan Jan. Oké, goedemiddag allemaal. Dank u wel, Katrien, voor deze mooie inleiding. Ik ben Jan en zoals gezegd halftijds ICT-coördinator en ook halftijds moderator voor het vak Informatica en ICT per Klassement. Samen met Lien en Davy zorgen wij dus voor alle ICT-leermiddelen die op Klassement verschijnen. ICT op Klassement is een vrij nieuwe projectsite van Klassement. Klassement bestaat ondertussen al meer dan 20 jaar en heeft in de loop der jaren uiteraard heel wat ICT-materiaal verzameld. We denken daarbij aan de eindtermen.be-website, de openbron-website, website over digibordlessen en het iets bekendere AppSake. Toch hebben we de voorbije jaren een beetje gemerkt dat de ICT-coördinator een beetje afwezig bleef op het Klassement. Alhoewel dat toch wel vaak een groep is met heel wat vragen. Zo blijkt ook wel uit de Facebookgroepen die er bestaan en zo verder. En toen heeft Klassement een beetje op vraag van de toenmalige minister Krivits de opdracht aangenomen om voor de ICT-coördinator en bij uitbreiding de leraar die met ICT bezig is in het onderwijs, om daarvoor een deelsite op te richten. En dat is ICT op Klassement geworden. Die staat sinds een paar maanden online. En die ziet er zo uit. Zoals je ziet zijn wij een beetje trouw gebleven aan de Klassement huisstijl, zodat die toch wel herkenbaar is voor de trouwe klassementgebruiker met hier de zoekbalk. Maar in tegenstelling tot de gewone klassementsite werken wij hier met een aantal themapagina's die wij onderverdeeld hebben in verschillende onderwerpen gaande van beveiliging, software, ook naar de eerder pedagogische kant van ICT met lesmateriaal, ICT-eindtermen en ICT-beleid op school. We hebben met deze website een beetje geprobeerd om ervoor te zorgen dat de ICT-coördinator snel bij de juiste info
of bij inspiratievolle ideeën terechtkomt om met ICT aan de slag te gaan, liever. Die themapagina's zijn als volgt opgevat. Telkens krijg je een beetje meer informatie over het onderwerp, firewall bijvoorbeeld. En dan vind je onder deze inleiding telkens een lijst van leermiddelen over het onderwerp, zodat de ICT-coördinator meteen nuttig materiaal kan vinden. Er staat al reusachtig veel op deze website, daarom is deze filter aan de linkerkant ook zeer handig, waar je kan gaan filteren op onderwijsniveau. Maar evengoed ook op het soort leermiddel. Ben je nu op zoek naar een app of naar een website, kan je hier heel snel terugvinden wat je zoekt. En kan je bepaalde zaken ook gaan bewaren in favoriete mappen die je kan delen met collega's op school of ook collega's buitenschool die op klassement aanwezig zijn. Naast deze themapagina's hebben we ook af en toe iets in de kijker staan, zoals vandaag de webinar over Safer Internet Day, waar we alle behandelde tools, websites die we vandaag bespreken, ook gaan verzamelen. Zo. Ja, goedemiddag iedereen. Ik ben Lien. Jullie weten ondertussen dat het op dinsdag 11 februari Safer Internet Day is. Lien, we horen jou heel slecht. Oei, pardon. Is het zo beter? Veel beter. Oké. Dus dinsdag 11 februari is het Safer Internet Day. Vandaag de dag draait dit niet alleen meer rond het veiliger maken van het internet, maar ook rond het respectvol omgaan en het tolerant omgaan op internet en sociale media. Dus in deze webinar willen we jullie kapstokken gaan aanreiken om kinderen, jongeren, maar ook jullie collega's te gaan sensibiliseren rond allerlei thema's die te maken hebben met safer internet. Er komen 6 thema's aan bod vandaag. En we gaan starten met een thema over wachtwoorden. Met een wachtwoord, daarmee beveilig je vertrouwelijke persoonsgegevens, je e-mail, ook andere toepassingen. Dus een wachtwoord heeft eigenlijk dezelfde waarde als een pincode van een bankkaart en je geeft dat dus nooit door aan andere mensen. We gaan eventjes een casus doen rond sterke wachtwoorden. Ik vertel jullie een verhaal en straks krijgen jullie een poll om te beantwoorden. Dus Jan, die is geboren op 24 april 2003. Hij woont in Brussel. En zijn hond heet Rex. En hij houdt van voetbal spelen. Je krijgt nu een aantal wachtwoorden te zien. De vraag is, welke van deze wachtwoorden is nu een sterk wachtwoord dat Jan zou kunnen gebruiken? Oké, ik denk dat iedereen geantwoord heeft. Ja. Ja, dat klopt. En de meesten hebben het ook juist. Dus geen enkel van de bovenstaande wachtwoorden is eigenlijk een sterk wachtwoord, omdat daar persoonlijke gegevens in staan. Deel nooit persoonlijke informatie in je wachtwoord. Als dat geraden kan worden, is het gemakkelijk om ook je wachtwoord te gaan kraken. We vonden op klassement een klein trucje om eigenlijk sterke wachtwoorden te gaan maken. Als je eerst een basiswoord kiest dat niks met jouw persoon te maken heeft, maar dat je toch gemakkelijk kan onthouden, en daar dan speciale tekens, cijfers of hoofdletters gaat aan toevoegen, dan krijg je bijvoorbeeld bij geitenkaas dat de A's apenstaartjes worden en de E een drietje kan zijn. En dan zou je dus dit basiswoord per platform in een bepaald systeem kunnen gaan gieten. Dus als je bijvoorbeeld ervoor kiest om per lettergreep de eerste en laatste letter te gaan toevoegen, dan krijg je bij Smart School de S vooraan en de S achteraan. En zo kan je dan bij dit regeltje eigenlijk bij al je platformen gaan toepassen die je wenst te gebruiken. Dat is één manier. Een andere manier is natuurlijk dat er geadviseerd wordt om met wachtwoordzinnen te werken. Je kan dan je wachtwoordzin gaan gebruiken als basis om willekeurige tekens te gaan vormen. Dus 10 kleine visjes die gingen naar de zee. Als je gewoon al de eerste letters neemt, krijg je iets
met weinig betekenis en dat dus ook niemand anders kan achterhalen. Hoe kan je nu leerlingen gaan sensibiliseren rond wachtwoorden? Child Focus heeft voor jongeren en kinderen van het basisonderwijs de website Is jouw wachtwoord veilig? Voor ouderen en volwassenen is er een Nederlandse website, de wachtwoordkraaktest. En zij gaan aangeven in hoeveel tijd jouw wachtwoord gekraakt kan worden. Daarnaast zijn er heel veel affiches die je kan gebruiken om je collega's te sensibiliseren rond dit thema. Zowel bij MediaWijs als privacy op school. We vonden ook nog een online cursus over veilige wachtwoorden. Die is wel in het Hollands opgenomen, maar de inhoud is zeer correct. Ja? Een vraagje vanuit de chat. Is het veilig om je wachtwoorden op Google te onthouden en Google zelf wachtwoorden te laten creëren? Er wordt eigenlijk altijd geadviseerd om de wachtwoordbeheer of het wachtwoordmanagement van uw browser eerder niet te gaan gebruiken. Dat wordt gedaan omdat je bent dan ingelogd in je browser. Stel dat ze jouw computer kunnen kraken en openen, dan kunnen ze via die browser die automatisch gekoppeld is aan jouw wachtwoorden ook onmiddellijk weer verder surfen en aan gegevens geraken waar je niet wil dat ze aangeraken. Net hetzelfde als je op een openbare computer gewerkt hebt en je bent vergeten om je browser volledig uit te loggen, dan kan het gebeuren dat de volgende na jou onmiddellijk die wachtwoordmanager, die ingebouwde wachtwoordmanager, kan misbruiken. Is dit een voldoende goed antwoord? Voldoet dit? Ik denk het wel, Lien. Ja? Mocht het niet zijn, dan onderbreek ik jou wel terug. Ja, super. Maar waar ik toe nog wou komen, is dat wij een themapagina hebben over wachtwoorden en dat daar ook heel veel uitleg wordt gegeven over wachtwoordmanagers. Dus bijvoorbeeld LastPass is zo eentje dat vaak gebruikt wordt en dat toch wel als iets veiliger beschouwd wordt als de ingebouwde browser wachtwoordbeheer. Ik ga het woord terug aan Jan geven. Ja, dankjewel. Je moet de laatste tijd niet echt lang zoeken op het internet of het nieuws volgen om onheilspellende berichten te lezen over internetfraude, cybercriminaliteit, diefstal van gegevens. Onlangs nog bij Picanol of in de gemeente Willebroek kwam er telkens nieuws over internet. En het gaat toch over safer internet vandaag. En hoewel jij zelf misschien nog nooit slachtoffer bent geweest van zo'n aanval, is het toch wel slim om daar eventjes bij stil te staan. Digitale sleutels, hè, zoals mijn collega hier net al aangaf, is een goed en veilig wachtwoord uiteraard van essentieel belang voor een safe internet. Maar zeker omdat je vandaag de dag heel wat zaken online kan regelen, denk daarbij maar aan de bank. Via tablet of smartphone schrijf je zomaar geld over, belastingen invullen, maar ook op school raadpleeg je gevoelige gegevens van jouw leerlingen in het leerlingenvolgsysteem van Smart School bijvoorbeeld. Allemaal zeer handig en efficiënt en makkelijk, dat zeker. Maar als je ook wil dat dit heel veilig gebeurt, dan raden we toch aan om daarvoor digitale sleutels te gaan gebruiken. Ik zou eens even willen nagaan bij de deelnemers. Wie van jullie maakt al gebruik van digitale sleutels? Dat gebeurt via de poll. Ja. Ja. En ik merk nu dat ik vergeten ben dat je meerdere mogelijkheden kan aanduiden. Ah, ja. Dus misschien best aanduiden wat je het meest gebruikt. Ja, dat is een goede optie. Het staat er nog bij. Hè? Enkel als meerdere antwoorden aanduiden mogelijk is en ik ben het vergeten aan te duiden. Ja, geen probleem. Ja, ik zie ondertussen al dat toch niemand gekozen heeft voor geen enkele, wat uiteraard zeer goed is en dat iedereen toch al gebruik maakt van één of andere digitale sleutel. Digitale sleutels zijn dus de manier om aan te loggen op bepaalde websites of digitale platformen. Steeds meer en meer websites gebruiken maken ook gebruik van digitale sleutels. Ook
De overheid bijvoorbeeld maakt al een aantal jaren gebruik van digitale sleutels. De overheid die biedt er 5 aan. Je kan je aanmelden met eID en kaartlezer. Kan je aanmelden met user ID, paswoord en token. User ID en paswoord. User ID, paswoord en een code via sms. Of user ID, paswoord en een code via mobiele app. Wat denken jullie? Dat is nu de volgende poll. Wat is van deze 5 de allerveiligste en meest betrouwbare manier van aanmelden? Ja, ook hier zijn we denk ik het allemaal over eens dat EID en kaartlezer inderdaad de allerveiligste digitale sleutel is waarmee je kan aanmelden op een bepaald digitaal platform. Zeker als het gaat over diensten van de overheid, is dit wel de sleutel die het veiligste is en daarom ook de standaardprocedure is om aan te melden. Maar het is ook de manier om andere digitale sleutels aan te maken. De EID en kaartlezer moet je dus sowieso wel eenmalig gebruiken, ook als je andere digitale sleutels wilt gaan activeren. Wat heb je daarvoor nodig? Dat is de EID die elke Belg krijgt vanaf zijn 12 jaar. Een kaartlezer die je natuurlijk niet altijd bij de hand hebt, maar tegenwoordig zit dat ook wel al eens vaak in een laptop ingebouwd bijvoorbeeld. De pincode is soms wel eens moeilijk om zich te herinneren, of dat is toch wel vaak iets wat vergeten wordt. Gelukkig is dat ook de pincode. Die kan helpen om deze pincode te herstellen. En de EID-software. Je hebt niet altijd een kaartlezer bij de hand, of stel je nu voor dat je jouw EID verloren bent. Dan kan je toch nog aanmelden, en dat was tijdens de poll blijkbaar de tweede keuze toch, om aan te melden via een mobiele app. Zo'n mobiele app, dat wordt ook wel eens two-factor authentication genoemd. En hier komt dan de volgende poll over two-factor authentication. Hebben jullie daar wel eens van gehoord, van two-factor authentication? Ja, ik zie dat de antwoorden hier al een beetje meer verdeeld zijn. Sommigen die het al vaak gebruiken. En degenen die het vaak gebruiken, dan bij de belangrijke diensten. En sommigen die er toch wel over twijfelen om het te gaan gebruiken. Geen enkele die antwoord dat het niet hoeft, dat is uiteraard ook zeer goed. Zo'n mobiele authenticatie-app, wat heb je daar eigenlijk voor nodig? Wel gewoon jouw smartphone of jouw tablet en de app uiteraard zelf. In zo'n authenticatie-app, je ziet hier een aantal voorbeelden. Google Authenticator is een zeer vaak gebruikte app daarvoor, maar ook Microsoft Authenticator, Authy. Dat zijn apps die om de zoveel seconden een nieuwe code tonen en die kan je dan gebruiken om in te loggen samen met jouw gebruikersnaam en het wachtwoord dat je instelde, bijvoorbeeld op Sesam, om in te loggen op de overheidsdiensten. Naast deze apps die al vaak gebruikt worden, kan je ook nog gebruik maken van It's Me bijvoorbeeld. Dat is een app die werd ontwikkeld door Belgian Mobile ID en die ook door de overheid erkend wordt. Ook meer en meer banken gebruiken of laten It's Me toe of andere websites die daarmee in zee gaan en waarmee je dus kan aanmelden. Als het nu bijvoorbeeld gaat over Smart School, kan je ook de YubiKey gebruiken om aan te melden. Dat is een USB-stick waarop een code verschijnt, waarmee je dan in combinatie met jouw gebruikersnaam en wachtwoord kan aanmelden. Twee-factor authenticatie komt de laatste maanden en jaren toch vaak aan bod. Het wordt ook wel dubbele authenticatie genoemd of tweestapsverificatie.
Deze afbeelding vat mooi samen waar het eigenlijk over gaat. Je moet twee zaken kiezen van de drie. Iets dat je weet, iets dat je hebt of iets dat je bent. Iets dat je weet kan dan jouw wachtwoord zijn. Iets dat je hebt kan jouw smartphone zijn met daarop die code. Iets dat je bent kan bijvoorbeeld ook een fingerprint zijn die je dan op je toestel ingeeft, zodat je jouw identiteit kenbaar maakt. Twee-factor authenticatie. Het zou volgens bepaalde onderzoeken toch wel een van de beste beschermingen bieden tegen hackers en cybercriminelen, omdat het voor hen wel heel veel moeilijker maakt om jouw account te kraken. Ik ga nog eventjes tonen dat op twofactorauth.org, dat is een website waar je kan opzoeken welke website two-factor authentication ondersteunen. Een vaak gebruikte toepassing bijvoorbeeld ook op scholen is Google Drive. En daar kan je dan zien op deze website, kijk, deze website of deze toepassing ondersteunt two-factor authentication zelfs op verschillende manieren. Via sms, via telefoon, via een hardware token of een software token. Dat je dan bijvoorbeeld krijgt via een mobiele app zoals Google Authenticator. Klein vraagje hierbij. Jullie zijn, velen van jullie werken op een school. Lijkt two-factor authentication jullie iets om in te voeren op school? Is dat iets waar jullie volledig achter staan? Is dat eigenlijk van, nee, dat hoeft niet. Een wachtwoord onthouden is al veilig genoeg. Of helemaal niet nodig, de gegevens op een school die zijn nu toch niet zo belangrijk om te gaan beveiligen met two-factor authentication. Ja, ik zie dat als het van jullie afhangt, die two-factor authentication ook wel iets is dat jullie op school zouden verplichten. Bij ons op school bijvoorbeeld hebben wij het vorig jaar ingevoerd. Dat iedereen die zich moet aanmelden op Smart School, moet aanmelden via two-factor authentication. En in het begin komt daar wel wat reactie op, maar nu, een jaar later, is iedereen dat al zo gewoon, dat het een gewoonte is geworden. Ik heb inderdaad ook weten in de chatbox dat het in zijn scholengroep ook ondertussen verplicht is. Om, ja, ik hoor het inderdaad bij meer en meer scholen ook. Ik heb gisteren nog een collega gesproken die heel wat problemen heeft gehad, waarbij een leraar haar of zijn wachtwoord per ongeluk had prijsgegeven. En dat heeft toch wel wat gezorgd voor problemen. En zij kiezen er nu ook voor om via two-factor authentication hun omgeving te beschermen. Nog twee tips als het gaat over digitale sleutels en over two-factor authentication hier. Op de website Have I Been Pwned, de uitspraak is me niet altijd even duidelijk, kan je nagaan of een e-mailaccount van jou ooit betrokken is geweest bij een data breach, bij een datalek of een of ander incident waarbij data zijn verloren gegaan aan andere partijen. Als je daar je e-mailadres op geeft, dan krijg je zo te zien en krijg je ook een overzicht van wanneer, door welke toepassing dit ooit is geweest. En voor de mensen die een Google-account hebben, daarnet kwam de vraag over Google, raad ik toch aan om eens via de security check van Google zelf, myaccount.google.com/security, om die check eens te gaan doorlopen, want daar krijg je een heel mooi en duidelijk overzicht van jouw security settings op Google. En dat gaat dan over wachtwoordbeheer, maar evenzeer over verbonden apparaten, apps van derden die toegang hebben tot jouw gegevens van Google. Dat moet je zeker eens bekijken om na te gaan hoe het met jouw settings zit. Sophie geeft ook nog mee in de chatbox dat zij vooral eerst leren altijd correct afmelden en enkel inloggen als een gast. Op Google, als je op, ja, dat is een mogelijkheid. Ja. Of incognito surfen is uiteraard ook een tip. Laat leerlingen zoveel mogelijk incognito surfen, zodat hun gegevens of hun wachtwoorden zeker al niet worden opgeslagen tijdens een surfsessie. Terug naar Lien met iets over phishing dan. Goed, phishing is een vorm van internetfraude waarbij criminelen eigenlijk gaan vissen naar jouw persoonlijke gegevens. Ze proberen jou dan te misleiden met een e-mailbericht of een sms'je dat lijkt op een e-mailbericht van een professioneel organisatie of een bedrijf.
Die berichten lijken dan ook echt net echt. We gaan even een testje doen. Op cybersimple.be staat een phishing-test die we even samen gaan doen. We gaan straks met duimpjes antwoorden. Dus we hebben een fax ontvangen, een e-mailbericht ontvangen van dit bedrijf. Dit zijn de gegevens die we gekregen hebben. En ze vragen ons om op een link te klikken om de fax te gaan bekijken. En dan zie je onderaan de link in de grijze balk. En hier zie je dan het logo van het bedrijf. De vraag is dan of dit een phishingbericht of een legitieme e-mail is. We gaan werken met de duimpjes. Als je je duim omhoog steekt, dan is het een legitieme mail. En zet je de duim naar beneden, is het een phishingbericht. Dus handjes omhoog als je denkt dat het een phishingbericht is. Ze hebben geen duimpjes naar beneden, link. Dus okay. Handje omhoog. Oké, okay, sorry. Dus als je denkt het is phishing, handjes omhoog. Ik zie ondertussen 8 handjes, Lien. Oké, okay, 9 ondertussen. Ik klik eens op phishing. En dan gaan ze eigenlijk voor ons gaan doorlopen. We hebben het correct. Dit is een phishing mail. Als je naar het domein gaat kijken, je hebt ook gezien, fax is verkeerd geschreven. Het logo zal wel juist zijn, maar hier is het verkeerd. Dus ook dit hier, die domeinnaam, moet eigenlijk al een belletje laten rinkelen dat er iets verkeerd is. We doen er nog zo eentje. Deze keer hebben we een bericht ontvangen van een vriend die vroeger bij ons op school zat. En die stuurt ons een foto. Dit is zijn e-mailadres. Dit is de link waar we zouden op moeten klikken. En dan gaan we weer handjes omhoog steken als het phishing is of niks doen. Hè? Mm-hmm. Oké. Okay. Oké, de meesten denken ook weer phishing. Dat hebben we weer correct. Ook hier weer die URL die eigenlijk niet naar een Google Drive-omgeving gaat. Dan een laatste. Oeps, we hebben geen opslagruimte meer en we krijgen een e-mail van Dropbox om een upgrade aan te bieden. Hier zie je het e-mailadres. Ik ga ook eens op de knop dat je de link links onderaan kan zien. En dan weer hetzelfde. Steek je hand omhoog als het phishing is. Ik denk dat er dit keer 1 iemand kiest voor phishing. Dus ik ga eens op legitieme e-mail klikken. En dan zie je dat het een goede e-mail was. De afzender Dropbox Mail is wel een legitiem adres dat ze gebruiken. En er stond HTTPS voor, waardoor je al wist dat het een veilige link was. Goed, we gaan ze niet allemaal overlopen, maar ik denk dat dit zeker bij volwassenen en bij oudere jongeren een leuke tool is om hun alert te maken op wat phishing is. Presentatie. Okay. Tips tegen phishing. Denk altijd 2 keer na. Als je een bijlage wil openen, zorg dat je dan 100% zeker bent. En bij twijfel zeker niet aarzelen om contact op te nemen met het bedrijf of de organisatie. Let er dan wel heel goed op dat je naar hun officiële website gaat surfen om hun officiële contactgegevens te hebben. Want bij twijfel zou het natuurlijk kunnen dat er een misleidend telefoonnummer in je e-mail staat of een misleidend e-mailadres. En ook hier geldt, deel je wachtwoord en je gegevens met niemand. Heb je toch zo'n bericht ontvangen, dan stuur je dat best door naar verdacht@cvanweb.be.
Je gaat niet op de links klikken en je gaat het zeker niet doorsturen naar jouw contacten. En nog belangrijker is dat je je persoonlijke gegevens nergens invoert. Geen wachtwoorden en ook geen informatie over jezelf. Ondertussen... Lien, er is ook een vraagje in de chatbox. Is het niet zo dat er in bepaalde lettertypes je letters kan natypen waardoor het een echt e-mailadres lijkt? Of ziet Kevin dat verkeerd? Daar ben ik zelf niet van op de hoogte, eerlijk gezegd. Nee. Daar heb ik geen antwoord op. Ja. Maar ik wil dat wel zeker eens opzoeken later. We nemen de vraag mee. Wat dat wel opvalt bij phishing is dat die namaakmails die worden beter en beter. Hè? Ja. Dus dat is echt wel iets om op te letten, dat die toch zeer overtuigend overkomen, maar het niet zijn. Dus. Dat klopt. Ondertussen is er ook een nieuwe problematiek, dat is het smishing. Wat eigenlijk hetzelfde is als phishing, alleen concentreert het zich dan op valse sms'en. Er komen steeds meer berichten binnen van banken, maar ook bijvoorbeeld Proximus, die in november nog last gehad heeft van het phishing, het smishing berichtjes versturen. Dan proberen ze ook jouw gegevens los te peuteren via sms. Hier gelden ook dezelfde regels. Klik niet op de link. Heb je toch geklikt, breek die interactie zo snel mogelijk af. En geef best geen gegevens prijs. Heb je toch gegevens prijs gegeven, ga dan altijd je bank contacteren of doe aangifte van wat er gebeurd is. Heb je wachtwoorden prijs gegeven, verander dan ook onmiddellijk je wachtwoorden. Als laatste hierbij willen we nog de aandacht vestigen op de website Save on Web. Zij hebben onderaan op hun homepage een vak dat specifiek over actuele risico's gaat. En als er bepaalde problematieken rond phishing en smishing zijn, dan vind je die daar meestal ook wel terug. Jan gaat nu verder over de ICT-veiligheid in school. Ja, het gaat hier vandaag over internetveiligheid, online veiligheid. Termen die je steeds vaker ook tegenkomt, hè, en waar toch steeds terecht, steeds vaker wordt de aandacht op gevestigd. Maar waarover gaat dat nu eigenlijk? Zeker, we zijn hier samen met een aantal mensen die toch allemaal in het onderwijs staan. Volgens Wikipedia slaat het op de competentie om jezelf te beschermen tegen allerhande beveiligingsrisico's verbonden aan internetgebruik en beschermd tegen computercriminaliteit. En aangezien we hier met onderwijsmensen zijn, en dat onderwijs vandaag de dag toch in toenemende mate afhankelijk is van technologie en online hulpmiddelen, is het van essentieel belang dat scholen een online omgeving hebben waar studenten en personeel het beste van het internet kunnen hebben zonder daarbij de risico's te lopen. Natuurlijk is de vraag, hoe kan je dat nu doen? Wel, daarbij kan het e-safety label voor scholen helpen. Het e-safety label voor scholen wil helpen om alle aspecten van online veiligheid zowel voor leerlingen, ouders als personeel aan te pakken. Het is een soort van accreditatieproces waarbij jouw school beoordeeld wordt aan de hand van een aantal criteria. En zo kan je dan de sterke en zwakke punten gaan bepalen en vooral de zwakke punten gaan aanpakken. De e-safety label aanpak behandelt drie verschillende gebieden van online veiligheid. En dat zijn enerzijds infrastructuur, beleid en praktijk. Ik moet er niet van overtuigen dat het internet vandaag de dag alleen maar voordelen en kansen biedt, maar uiteraard ook komen daar een aantal risico's bij. Het is essentieel op een school dat de ICT-infrastructuur en het netwerk performant en beveiligd zijn. En dat is uiteraard dikwijls de taak van de ICT-coördinator. Dit is ook de voorwaarde op een school die heel belangrijk is voor leraren en leerlingen om dan zinvol op internet te kunnen gaan. Een aantal vragen die bij het proces van e-safety op school aan bod kunnen komen, zijn de vragen, is het schoolnetwerk beveiligd? Worden er backups genomen? En zijn firewall en antivirusbescherming up-to-date? Dit zal uiteraard iets zijn waar de ICT-coördinator voornamelijk mee bezig is. Maar het gaat ook over beleid uiteraard. En tegenwoordig hebben scholen wel vaak een beleid voor alles en nog wat. Maar natuurlijk, het beleid is alleen maar effectief als het ook daadwerkelijk weerspiegelt wat er binnen een school of organisatie gebeurt. Het is daarbij heel belangrijk om te beseffen dat de dingen nogal in snel tempo veranderen. En dat beleid dus ook wel af en toe moet worden aangepast.
En dat is zeker het geval bij online veiligheid. Een aantal vragen die je daarbij kan stellen als het gaat over beleid is: beschikt de school over beleidsplan en werkwijzen als het gaat over online veiligheid? Bevat het anti-pestbeleid van de school verwijzingen naar cyberpesten? Zijn er sancties voor het overtreden van bestaande beleid? En is er een beleid voor acceptabel gebruik voor personeel en leerlingen? En weten de leerlingen of de collega's dat ook op school? Ik verwijs hier ook graag naar het leermiddel e-veiligheidsbeleid voor scholen. Het is een model dat op klassement staat. Je zal het ook terugvinden in onze favorietenmap. Dat is een schabloon dat je kan gebruiken om een veiligheidsbeleid op school zelf te gaan opstellen. En dan uiteraard de praktijk. Het gaat hier over de leerlingen. Safer internet moet bij de leerlingen vooral een vaardigheid worden. Zij moeten dan ook de basiscompetenties aangeleerd krijgen om zich online veilig te gaan gedragen. En daarom is aandacht voor e-safety heel belangrijk in de klas. Wat doen leerlingen als ze iets verkeerd opmerken? Weten zij wat ze moeten doen, bij wie ze terecht kunnen? Zijn ze zich bewust van hoe ze iets moeten melden op Facebook of op Instagram als ze iets zien wat niet kan? Moeten ze dat melden aan leraar of aan ouders? Hebben ze aandacht voor online veiligheid in de lessen? En is dat geschikt voor leeftijd en is dat allemaal ingepast in het leerplan? De vragen die je daarbij best stelt is: komt e-safety aan bod in de lessen? Zijn er voldoende leermiddelen voorhanden voor de verschillende studiejaren? Zijn de personeelsleden opgeleid hiervoor? Heb je een aanspreekpunt op school? En heeft de schoolleiding voldoende zicht op de noden in verband met e-veiligheid? Het e-safety label is een initiatief van European Schoolnet in samenwerking met Mediawijs en ook de Vlaamse overheid. Het is eigenlijk een proces waarbij je dan, of de bedoeling liever is dat je dat e-safety label is een ondersteuningsdienst, het is een online omgeving, een community waar leraren, schoolleiders, ICT-coördinatoren elkaar kunnen vinden en goede praktijken uitwisselen, advies vragen en moeilijke gevallen gaan bespreken. Om zo'n e-safety label te gaan verkrijgen, moet je een aantal zaken gaan doen. Dat is enerzijds, je moet je registreren uiteraard, lid worden en deelnemen aan die community. Kennis en expertise delen van hoe het bij jou op school is en een zelf-evaluatie doorlopen aan de hand van een online vragenlijst. Zodra je dan een label krijgt, dan is dat geldig voor 18 maanden en na 12 maanden kan je dat proces opnieuw gaan uitvoeren. Op basis van die online vragenlijst en dat hele proces krijg je een van de volgende labels toegewezen. Dat is gaande van ijzer. Dan betuigt jouw school van een basisveiligheidsniveau over tot brons, zilver en goud. Waarbij je getuigt, of jouw school liever getuigt van een uitstekende praktijk op het gebied van online veiligheid en onderwijs. Toch nog een aantal belangrijke puntjes als het gaat over ICT-veiligheid in scholen. Dat is dat online veiligheid een thema is voor de hele school, niet alleen voor de ICT-coördinator of de leraar die vaak met ICT bezig is, maar zowel voor ouders, leerlingen als personeel. Het opstellen van een online veiligheidsbeleid, dat lijkt mij ook toch wel van essentieel belang tegenwoordig. En denk er daarbij aan dat beleid regelmatig zal moeten herzien worden omwille van nieuwe technologieën en incidenten enzovoort. Nog een stukje over cyberpesten. Cyberpesten is het pesten via nieuwe media, zoals het internet, de gsm. Het gebeurt via sms-berichten, sociale netwerksites, zoals Facebook of WhatsApp, via e-mail of chat. De belangrijkste kenmerken van cyberpesten zijn dat de dader natuurlijk de ander wil kwetsen, dat hij meer macht heeft over het slachtoffer en dat het negatieve gedrag geen eenmalig feit is, maar zeer vaak voorkomt. Daarbij mag je ook niet vergeten dat het cyberpesten altijd het slachtoffer achtervolgt, dag in, dag uit. We gaan naar een video kijken die heel goed samenvat wat het cyberpesten is. En op het einde van de video worden er mooie tips gegeven, zowel naar de jongeren gericht, als naar de ouders gericht, als naar opvoeders, leerkrachten gericht. En die video vind je ook terug op klassement.
Jan of Lien, hoort hier normaal geluid bij? Want we hebben geen geluid. Ah, jullie hebben geen geluid. Nee. Ja. Ah, dat is jammer. Ja, we hebben het wel, maar... Ja. Het is alleen maar een muziekje. Dus het is een ondersteunend muziekje. De tekst komt er dan wel op, hè? Ja. Oké, kijken we verder? We kijken verder. Oei. Wacht, even terug. Ik ga een beetje doorspoelen, hè. Wanneer al? Oké, dat was de video die toch wel heel mooi samenvat wat cyberpesten allemaal is en wat je kan doen. We hebben ook eventjes wat cijfers opgezocht. Op medianest.be vonden we dit onderzoek dat in 2016 afgenomen werd bij Vlaamse jongeren uit het eerste en tweede middelbaar. Dan zie je dat toch wel een 18% van de jongeren minstens één keer betrokken geweest is bij cyberpesten. Slachtoffer van geweest is en dat bijna 50% als omstaander of getuige geweest is van het cyberpesten. Wat ik ook heel frappant vind, is die link met het gewone pesten. Hè. Dus 6 op de 10 jongeren die slachtoffer zijn van het cyberpesten, worden eigenlijk ook offline gepest. Die worden dus nooit eventjes met rust gelaten. En de meest populaire kanalen zijn de sociale media als Facebook, Twitter. Daar wordt het vaakst op gecyberpest. SMS komt toch ook nog vrij hoog. En vergeet ook niet dat er veel games zijn waarin momenteel ook de mogelijkheid is om met elkaar te chatten of te praten. En ook via die games wordt gecyberpest. Ik kwam al aan bod in de video wat we allemaal kunnen doen om de jongeren weerbaar te maken en te helpen bij cyberpesten. Dit zijn 2 affiches die door Pimento gedeeld zijn geweest op klassement. De linker affiche is een affiche die je eigenlijk in het klaslokaal gaat omhoog hangen en die jongeren wil sensibiliseren om er iets aan te doen. En elk icoontje legt uit wat ze kunnen doen. De rechter affiche is een affiche gericht op volwassenen, op leerkrachten en dient eigenlijk om in je leraarskamer omhoog te hangen. Wij willen toch wel eventjes... bekijken dat anti-pestbeleid. Dat is toch wel heel belangrijk dat je school daarover nadenkt. En daarom eventjes deze vraag. Heeft jouw school op dit moment een pestbeleid of een anti-pestbeleid? What's in a name? Gaat gelijk op. 50-50. Nog één stem.
Dus op dit moment zien we 50-50. Dus de ene school heeft het wel al, de andere school niet. Nu, dat is natuurlijk heel moeilijk voor ons om te zeggen dat is nu een goed anti-pestbeleid of pestbeleid voor jouw school. Waar kan je de mosterd gaan halen? Wel, op MediaWijs is een themapagina. Ook Child Focus heeft een themapagina. En dan is er ook nog Grenslijn, Wat-Wat en Klassement, waar je heel wat inspiratie kan vinden om te werken aan een anti-pestbeleid op schoolniveau. Dan het laatste item van vandaag, de GDPR en de privacy. Wat was dat nu ook alweer, die GDPR? Wel, op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation de privacywetgeving voor Europa invoegen. En het belangrijkste hiervan is eigenlijk dat zij de persoonsgegevens willen laten respecteren en de privacy daarvan. Dat betekent dat ieder bedrijf, iedere organisatie, maar ook elke school binnen Europa die met persoonsgegevens in contact komt, passende maatregelen moet treffen. De meeste scholen zullen dit ondertussen ook wel al gedaan hebben. We willen twee casussen met jullie bespreken. En daarna zullen we weer met de hand omhoog steken de vraag beantwoorden. De eerste casus is een situatie waarbij een leerkracht een nieuwe applicatie wil gebruiken, een nieuwe app in zijn les Frans. De leerlingen moeten daarvoor een account aanmaken. Mag die leraar die app gebruiken of is dat in strijd met de privacywetgeving? Als je denkt dat het oké is om die app te beginnen gebruiken, mag je je hand omhoog steken. Vier mensen zeggen dat het goed is om de app te gebruiken. In principe is dat ook zo. Er wel rekening mee dat bij een min 13-jarige er toestemming moet gevraagd worden aan de ouders. We gaan dit nog een klein beetje verder nuanceren in de volgende dia. Want er bestaan betalende apps en er zijn ook nog gratis apps. Bij de betalende apps is het belangrijk dat je nagaat of die op de lijst van toetreders van de intentieverklaring staat. Als die app daarop voorkomt, dan is het automatisch een goede app om te gebruiken en is die GDPR-proof. Staat die daar niet op die lijst, dan is het belangrijk dat je nagaat of leerlingen hun persoonsgegevens moeten ingeven. Indien ze die niet moeten geven, is de app uiteraard GDPR-proof. Moeten ze wel hun gegevens geven, dan gaat de school moeten afspraken maken met de leverancier van die app om duidelijk te weten wat er met de persoonsgegevens van die leerlingen zal gebeuren. Er zijn ook een heleboel gratis apps. En ook hier geldt weer, als je geen persoonsgegevens moet invullen, dan mag je die app uiteraard gaan gebruiken. Moeten ze wel een account aanmaken, dan is het toch wel belangrijk dat je nagaat of ze dit met hun schoolaccount doen of niet. Indien ze met de schoolaccount, een Microsoft-account of een Google-account inloggen, ga dan nog eens naar de privacy specialist binnen jouw school of scholengroep en doe navraag, want Google en Microsoft wisselen natuurlijk gegevens uit met die applicatie. En dat je toch wel laat uitpluizen welke gegevens dat zijn. Indien de leerling eigen persoonsgegevens moet opgeven, dan geldt dus die regel vraag toestemming. 13-jarige leerlingen en ouder mogen zelf toestemming geven. Zijn ze jonger dan 13 jaar? Dan moeten de ouders toestemming geven. Denk eraan dat voor elke app die je wenst te gebruiken, er een formulier moet gemaakt worden en ondertekend. Een tweede casus dan. Deze keer gaat het over beeldmateriaal op school. Tijdens een presentatie in de Engelse les gaan de leerlingen elkaar filmen. Het beeldmateriaal wordt achteraf gebruikt om elkaar bij te sturen en voor de evaluatie. Denk je dat dit mag? Steek dan je hand omhoog. Vijf mensen geven aan dat dit mag en dat is ook zo.
Dit past binnen het principe van, van de educatieve reden. Het beeldmateriaal moet dan wel steeds veilig worden opgeslagen. Het mag niet gedeeld worden, mag de onderwijsinstelling niet verlaten en het moet verwijderd worden na de beoordeling. Denk er ook aan dat elke betrokkene steeds het recht blijft hebben om het beeld te laten verwijderen. In het algemeen stelt de gegevensbeschermingsautoriteit dat scholen voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal een schriftelijke toestemming moeten opstellen. Zorg ervoor dat je steeds definieert welke soort beelden er gemaakt gaan worden. Zijn dat klasfoto's, pasfoto's, is het een film van een schoolfeest? Definieer dat. Ook de verspreidingsvorm. Ga je dit via een intern of extern kanaal verspreiden? Op een schoolwebsite, een schoolkrantje of via e-mail. En vermeld ook steeds het doel. Is het doel om uw foto op een leerlingenkaart te plaatsen? Is dat administratief? Is dat informerend of zelfs voor publicitaire doeleinden? Over beeldmateriaal bestaan er heel wat infographics. Zo is er eentje van privacyopschool.be. Maar ook MediaWijs heeft een infographic die zelfs interactief is op hun website. En ook de Vlaamse Toezichtscommissie, het VTC, heeft een mooi tabelletje, schemaatje over afbeeldingen van kinderen. Er bestaan ook twee websites die ik jullie wil meegeven. De website van de Vlaamse overheid over de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs. En dan is er ook een lespakket dat je kan terugvinden op Ik Beslis, waar zowel voor jongeren als voor ouders en leerkrachten materiaal te vinden is. Tot slot weten we ondertussen dat de Belg niet zozeer wakker ligt van zijn privacy en zijn persoonsgegevens. En daarom heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit nog een website gelanceerd die heet beschermjegegevens.be, waar de Belgen informatie kunnen vinden over hun privacy en hun gegevens. En hoe ze daarmee moeten omgaan. En dan geef ik het woord aan Jan. Ja, dankjewel. Daarmee zijn we eigenlijk ook bijna aan het einde van deze webinar over Safer Internet Day. Wij hopen uit de grond van ons hart dat jullie met een van deze tools, websites, of dat jullie toch ergens de ideeën hebben opgedaan om op Safer Internet Day zelf aan de slag te gaan in de klas of op school rond dit thema. Alle zaken die we vandaag besproken hebben, hebben wij ook verzameld in deze themapagina op ICT op Klassement. En daar vind je 30 leermiddelen die we vandaag hebben behandeld. Tools, websites enzovoort. Dus zeker eens bekijken. Als er nog vragen zijn, dan mag je die nu ook nog stellen. En dan verwijs ik ook nog heel graag naar 21 februari binnen een aantal weken. Op dat moment gaan wij de ICT-plassement-site officieel voorstellen hier in Brussel. Dan komen er een aantal sprekers langs die op het vlak van ICT hun tips zullen komen delen met jullie. En er hoort ook een drankje bij, want op die dag vieren wij ook dat klassement ondertussen al 200.000 leden ruim overschreden heeft. Laten we ook nog vooral eindigen met deze e-mailadressen. Als jullie vragen hebben over ICT, over Safer Internet Day, als jullie zelf ideeën hebben of met iets aan de slag willen gaan, dan kan je zeker ons altijd bereiken via de mailadressen Davy, Jan of Lien at klassement.net. Dan wil ik jullie ook heel hartelijk bedanken. Wil ik ook Katrien en Inge bedanken voor de moderatie. Denk eraan dat we sterk onderwijs samen maken, net zoals een safer internet. Dank jullie wel en tot een volgende keer. Dank je wel, Jan en Lien, voor denk ik toch wel deze zeer interessante thematiek. Ik heb ook voor de mensen de link naar de themapagina alvast in de chat gezet, zodanig dat ze al een kijkje kunnen gaan nemen en niet moeten wachten tot onze materialen online komen staan. Ik zou ook nog jullie uiteraard allemaal willen bedanken voor jullie deelname.